Lovie. Lovie, ik neem weer op. Ja. Want het is aflevering 2. En wat gaan wij doen in deze survival afleveringen? Houthakken. Houthakken. Dus met Robbie gaan we lekker wat hout zoeken voor onze open haard, toch? Oh nee, nee, voor onze... Voor huis. Huis, ja. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Zo. En wat voor hout is dit dan? Is dit van... Oh, dat is lelijke hout, of niet? Is dat dat... Van die... Wat zijn dat er voor bomen? Hebben. Is dat junglebomen? Nee. Is dit jungle? Nee. Wat dan? Wat is dit dan? Dit is gewoon ook. Wat ze hebben gebruikt voor het huis. Is dit een jungle biome? Nee, het is een mushroom. Niet mushroom, maar er staan wel mushrooms. Oeh. Oh ja. Neem mee. En nou, vorige keer hadden we een huisje gemaakt, maar het huisje had ik al eigenlijk een beetje gemaakt. Maar die gaan we gewoon uitbreiden nu. Dat huisje, ik heb al eerder gesurvivald. Daarom had ik een beetje, ja, de pluspuntjes en Roy had de minpuntjes. Oké. Okay. Ja, want Roy had een huisje. Jij trekt bij mij in. Oh my god, een slime. Erik slime. Waar? Wacht. Oh, daar zo, ja. Een Erik slime. Zullen we hem doden? Hij komt op ons af. Is die kwaadaardig of niet? Ja. Oh. Hala la la. Kill it. Kill it with fire. Hala la 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 la. Het wordt er tienduizenden. Echt, hè? Slijmies. Ik geloof wel dat slijmballen wel... Ik heb nog nooit gezien in het echt zo. In het echt? Nee, ja. In het wild. In het spel. Het is ook een spel, Roby. Je kan ze niet echt zien. En wil je kijken hoe van Roby's perspectief, wat Roby allemaal aan het doen is, als ik af en toe met mijn rug niet naar de kijk en zit kwaadheid uit te halen, dan moet je gewoon even kijken op Roby's kanaal, Roby Games, een linkje in de beschrijving. Roby, ik heb suikerriet gevonden. Echt? Oh, neem mee. Ja. Kun je ook planten en is dat goed? Farmen. Is dat, kan je dat eten dan? Dat is toch vies, dat is toch taai, dat riet? Nee, suiker. Suiker kan je ervan maken en bladzijdes. Oh, maar ga jij... Oké, dan eet ik... Dan eet jij de bladzijdes en dan eet ik de suiker. Is dat een idee? Ja. Oké, cool. Oh, wacht. Er staat iemand aan de deur. Oké. Nou, dan ga ik verder. Ik pak vast boompjes. En, Oké. Dan ga ik verder eventjes dit... maken of hakken. En hoeveel hout hebben we al, Roy? Hebben we al wat hout? Veel. Veel? Heb je veel hout? Vrij. Wat? Roy is niet helemaal duidelijk. Nee, maar, nee, mijn moeder staat ook aan mijn deur. En Oké. Ze gaat niet weg. Oké, dan is ze aan het kijken wat je aan het doen bent natuurlijk. Kijk het. Oké, ik heb... Hoeveel hout heb jij? 49. Hoeveel heb ik er, denk je? 52. Ik heb er 61. Oh. Ja, is dat... Nou, hoeveel hebben we nodig? 2 stacks of zo? Weet ik niet. Ja, weet ik ook niet. Zeg jij maar. Gewoon zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. We kunnen nog bijhalen. Ja, we kunnen altijd bijhouden, want die bomen staan hier vlak bij ons, hè. En ik, planten we even die dingen weer opnieuw bij ons huis? Zou ik even bij ons huis doen, denk ik. Ja. Waar is ons huis? Waar is ons huis? Waar stond ons huis nou? Waar stond ons huis? Hier. Je ziet me op de berg. Kijk naast je, links, naar voren, rechts, achter je. Is dat ons huis? Oh, kijk. We kunnen beter een torentje maken, nog lekker hoog. Dan weten we niet of daar is ons huis. We moeten echt een toren aan de andere kant maken. Nee, want dan wordt een kasteel achter. Dat is niet ja, cool. Ja, maar geen kijk kasteel. Dit dan. Kijk even. Ja, maar dat wordt nog uitgebreid, Roy. Het wordt nog een grotere... Ik ga daar een omgeving maken, let maar op. Jij oh, gaat jee. Het zien. Je gaat het zien. Oh jee. Je gaat het zien. Oké, ik heb wat hout gemaakt. Je komt niet zoveel stacks uit. Nou ja, wel wat. 5 stacks of zo. Kijk, ik ga vast een dingetje maken.
Wat? Zou ik zomaar dood, joh? Er staat een mensje in het huis. Ja, en nu? Wat doet hij? Niet aanvallen, die valt je aan. Maar wat doet hij dan? Die gooit potions op je. Zij oh, daar komt hij! Daar komt hij! Ik sluit hem op. Ik moet... Hoe komt ze daar? Weet ik niet. Die komt hier vaker hoor, die witch. Heeft hij zo... Ah! Ik ben geraakt! Romy! Ik ben geraakt! Kill it! Kill it! Kill it! Kom! Ja. Ik ga dood! Romy, ik sterf! Ik zal sterven als die waar is. Ik pak mijn spullen op. Niet mijn spullen pakken. Ik ga sterven hier. Ik ga sterven hier, ja? Oké, okay, vaarwel. Vaarwel, vrede wereld. We moeten die kelder dichtmaken. Wat moeten we dichtmaken? De kelder. De kelder is... Er komt een beest uit. Oh. Ja, maar die komt... Ja. Ik schrik me de pleurs. Aan het werk. Oh, ik ben bijna dood, Roy. Wat moet ik doen? Eten. Ja, heb ik al gedaan. Appeltje voor de dorst. Wachten. Ja, wachten? Oké. Okay. Ik ga zeg maar... Dat is wel fijn bij die witch. Ik ga niet helemaal dood. Ik heb nog een half hartje over en dan stopt het. Ja, klopt. Dat is wel fijn. Nou ja. Half fijn. We zitten ook voor mij vlakbij zand, Roy. Want dan kunnen we wat een glas halen. Kunnen we nog glas maken. Oh ja. We hebben wel een voordeel hier. Maar ik heb hier vaker witchen gezien, hoor. Daarom heb ik zoiets van, volgens mij heeft Geo stiekem de mobs harder aangezet. We hebben meer mobs dan normaal, volgens mij, hoor. Oh. Niet dus. Oh, sorry, Geo. Geo, kan je dat instellen, toevallig, dat er iets minder mobs komen? Want er komen echt heel veel mobs. En het regent elke dag. Het regent echt. Vorige keer ook. Was ik aan het survivalen, vroeg ik aan Erik, wil je het regen uitzetten? Want ik heb echt al bijna een uur lopen wachten tot het stopte. En toen stopte het. En toen begon het weer te verder te regenen. Dat was zo vreselijk. Lijkt wel Nederlands. Ja, echt hè? Is dat leuk zo'n model? Ja, toch? Prachtig. Ik vind het prachtig. Ik ook. Nou, dan sla ik dit kapot zo. Dan kunnen we wat vergroten. Oh, Ro, ik had daar een trappetje neergezet. Oh ja, echt een handig. Dat is de mooiste trap die ik ken, hé. Oh. Zo, gaat dat weer? Ja, ik... ik was wel even dood geschrokken. Ik ga daarover even plaatsen. Ik krijg geen leven erbij, Roy. Echt niet? Nee, waarom krijg je geen levens erbij? Heb je al je eten vol? Bijna. Eén streepje nog. Eén, en net te weinig. Nee, ja. Moet ik echt alles vol hebben dan? Ja, volgens mij wel. Ja, hebben we nog eten dan? Ja, een pork chop. Dat vind ik zonde. Nou, ik eet wel één dan. Eet gewoon, ja. Oké, alles is vol nu. Alles is vol nu. Oké, dan ga ik de kelder dichtmaken. Dat is goed. Want fuck, in hell. Ja, het komt weer bij. Oh, wat raar. Dus je moet al je hartjes vol hebben, wil je weer helemaal volle leven. Ja, volgens mij wel. Volle leven. Een halve misschien nog. Nou ja, ik had nog maar een halve. Zei de kaasboer ook vorige keer, hè? Sorry. Een halve. Kaas. Laat maar. Oké. Okay. Laat maar. Oké. Okay. Oké, dit is een mooi huisje aan het worden, geloof ik. Prachtig. Kijk hoor. Wat hebben we nog meer? Een paar chesten plukken, nee, maar ook natuurlijk een heerlijk bedje. Oh. Hoe kom ik aan bedden? Oh, die heb ik gemaakt. Oh, serieus? Ja, joh. Oh, oké. Okay. Nice. Naughty. En ik doe vast een dingetje op een helmpje. Je hebt het nodig. Even kijken, nou, wat kunnen we gebruiken? Nee, wacht even. Ik ga eens wat experimenteren. Hoe maak je slabs van cobblestone? Oh, zo. Oké. Okay. Drie maanden. Ja, weer wat geleerd. Wordt wat weer donker? Oh, man. Nou.
Zo. We kunnen even slapen, want dan kan ik mijn home zetten. Ja, is goed. Oh, kan ik dat ook doen? Oh, wacht, maar Gio is in de server. Oh. Slapen, dus? Gio. Oh. Oh, kijk, mooi zo. Mooi zo, het is dag. Nice, oh, nice, het is dan dag de hele tijd. Wat? Set home, doe ik. Zo. Dat lukt me niet. Set home, home. Lukt het jou niet? Oh, set home, home. Dan deed ik het fout. Oh, api. Wacht hoor. Nee, grapje, ik kan hem zitten. Zo. Dan plaatsen we even de chesten. Maak even hier wat chesten. Dan wordt dit onze room. Chestroom, is dat goed? Oké. Okay. Oh, Gio heeft ook een bed. Oh, Gio is ook even aan het survival. Misschien zien we hem dadelijk nog wel. Ah. Item frames, hoe maakten we dat? Oh, dat is misschien te moeilijk voor nu. Doen we nog niet, nee, denk ik. En dan plaats ik even deze ook ergens anders. Zo. En dan zet ik hem even kijken. Een plekje zoek. Hier zo. Doe. Zo. En dan zet ik daar de oven neer. Kijk, Roy. Zo. Leuk, hè? We willen de grond van kobbel maken of zo. Die grond? Nee, alle grond. Oh. Ja, ik heb net alles hout gemaakt. Oh ja, doe maar hout dan. Dat lichte vond ik wel leuk trouwens. Ja, maar omdat het dan niet matcht. Nee, klopt. Jij moet weer matchen. Ja, want... Heb je nog genoeg hout of moet ik nog even hout gaan halen? Ik heb nog hout. Oké. Okay. Oh, je hebt het dicht gegooid met deur, zie ik. Ja! Ik moet even stairs maken, denk ik. Van hout. Even kijken hoor. Loop, 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 loop. Gewoon van de hout doe ik het gewoon. Ja. We kunnen nou wat grotere stairs maken misschien. Misschien kunnen we sowieso hier even de kelder maken hier. In een rotonde hier. Vind je ook niet? In zo'n, okay, in zo'n ronde koepel. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Dat is wel gaaf. Hier zo in zo'n ronde tol. Dat je naar beneden gaat. Moment. Ik pak even een schop. Een shuffle. Hier is het. Shuffle, shuffle. Ik ben een echte shuffle. Ik heb... Zo. Hier gooien we de waardevolle spullen in. Is dat goed? Oké. Okay. Kool, wapens, zo. Wil je van stairs of van slabs maken? Ik denk dat slabs nog mooier wordt, hè? Ja. Hey, heb jij mijn shovel? Oh, die heb ik weer erin gedaan waarschijnlijk. Huh? Waar zie ik hem nou niet? Ik heb een shovel gemaakt van One Inknot. Oh, daar heb ik hem niet gemaakt nog. Zie. Kijk hoor, zo, zo. En dan nog ik even heb nog wat van slabs. Hout. Nou, ik kon beter van dingen maken. Zo. Hier, Roy. Neem jij die goeie? Neem ik die de slechte? Ja, ja. Auw! Auw. Wat doe je? Ja, je raakt me met de shovel. Ach joh. Simpele. Zo. En dan hier nog even dat hout. Oh, die hakbel heb ik natuurlijk ook weer gedropt. Jongen, ik kan niet. Ik kan sterven als het niet waar is. Die is ook bijna kapot bij mij. Die moet ik ook nog even... Nou, dat gaat goed komen, toch? Zo. Misschien moeten we hier de begin zo. Begin doen, zo. Dat je hier naar beneden gaat, hier zo. Dus dat je hier een... Zie je het? Dat je hier naar beneden gaat. Zo. Dus dan moet je hier slaps. Heb je slaps? Wacht, heb je slaps? Nee, moet ik dat doen? Moet ik hem even? Ik heb slaps. Ja, welke kleur? Goud. Geef maar. Gooi ze naar boven. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Sorry hoor. Oh. Fons? Nee. Nee. Even kijken hoor. Bleut. Bleutje. Bleutje? Is je moeder alweer weg inmiddels? Ja, volgens mij wel. Ik keek echt net en toen vroeg je dat. Kijk hoor. Hier, mooi slaps deze zo. Leuk zo. Ja, weet ik. Wordt onze mooie basekelder, zeg maar. Maar moet ik hem ook tegen die muur aan doen dan? Dat is misschien wel leuker. Ja. Oké. Okay. Dan val je niet. Zo snel. Ja, maar het is wel leuk dat je een uitzicht hebt hier beneden. Moet ik dit ook tegen die muur aan doen dan? Ik vind het wel leuk. Anders de binnenste wel, maar...
Ik zou de buitenste juist zo doen. Kijk hoor. Zo zou ik hem doen. Dat is wel genoeg, joh. Dus, je kan nooit pleuren, joh. Nee, zeg dat nu. Wacht maar over een paar afleveringen. Ja, nee. Misschien nee. Gaat het wel goed komen, hoor. Nee. Oké, ik denk dat dit wel vet gaat worden, denk ik. Ja. Ziet er al een beetje schön uit zo, of niet? Weet ik niet. Nou ja, ik doe mijn best. Heb je hem afgemaakt? Dan kunnen we ook naar boven, zeg maar. Nee, ik ga door dit. Ik heb een fout gemaakt, denk ik, in mijn berekening. Denk ik. Oké. Denk je? Ik denk het. Het klopt. Op zich klopt het wel bijna. Kijk maar, zie je het? Half. Oh. Nee, je valt niet naar beneden, joh. Nee, hè? Dus. Ja, jij, maar jij mislukt. Nou, we gaan die voorlopen dan. Ja, doe niks. Oh, nu heb je die kelder dichtgemaakt, maar dan had ik net de furnace neergezet. Ja, weet ik, maar dan gaan we hier, dan sluiten we hem op aan dadelijk. Ja, maar ik had er iets in gestopt. Oh, echt? Ja, oh, een hamburger, nice. Oh, lekker. Nou, heerlijk, ja, wordt weer vertroeteld. Hoe heb je hamburger gemaakt? Je zit lekker cheeseburgers te maken hier en en ik zit om te komen van de honger hier dadelijk. Nee, ik heb nog genoeg eten. Ja. Oké, ik weet het goed gemaakt. Die hoekjes vul ik nog even met een slab dan. Kijk, dan val je sowieso niet meer. Denk ik. Kijk, oh, nu is beter. Kijk, Rowie, nu is beter. Wacht even mijn spullen te hoeken. Oh, hier ben je nog vergeten, een ding. Heb je mij een houten dinges gegeven? Ja. Wauw, is dat wat ik krijg? Ja. Echt hoor. Meer niet. Houten spatel. Nou mensen, wil je weten hoe het afloopt? Dan gaan we zeker in de volgende aflevering kijken. Vergeet ook zeker niet Rowie's kanaal te kijken voor haar perspectief van het verhaal. En bedankt Rowie voor meespelen. En zie ik je volgende keer in de aflevering. Doei doei! Doei!